De toeristische en recreatieve sector in de gemeente Pelemaas heeft weer een nieuwe impuls nodig. En dat gaat een groep ondernemers doen. Onder leiding van Wil van Oosteren, die zit hier aan tafel. Welkom, Wil. Dankjewel. Het gaat om het Peel en Maas toeristisch recreatief platform. Dat is 10 jaar geleden opgericht. Ongeveer, ja. En nu is het tijd om daar een nieuwe impuls aan te geven. Wat is er nodig? Nou, het is nodig dat er, als je dat vergelijkt met het verleden, het eerste toeristisch platform, dat is inderdaad 1 jaar of 10 geleden opgericht door ook ondernemers met een onafhankelijk voorzitter. Dat is toen vormgegeven middels een stichting. En je weet, een stichting is een autoritair instituut. Dat is top-down. In de loop van de jaren, en die historie die ken ik niet, het is ook niet zo relevant, is dat afgezwakt en is het uiteindelijk een beetje doodgebloed, stil tot stilstand gekomen. En er is gewoon een nieuwe impuls nodig, maar niet op die manier. Niet door nieuw bestuur te benoemen, maar er moet een verandering komen. Dus van top-down moet het naar bottom-up. Dus er moet een organisatie komen, een nieuwe organisatie, van en voor en door de ondernemers. Want die toeristische platform, dat zorgt ervoor dat die sector hier in de gemeente gepromoot wordt. Er zijn informatiehuizen, die VVV-kantoren. Maar wat doen ze nog meer allemaal? Nou, ten eerste een platform. Hè, en op dit moment wordt er geïnvesteerd in PR, in communicatie, in marketing. En dat gebeurt doorgaans door regionale marketingorganisaties. Maar de doelstelling is, die we nu hebben, we hebben nieuwe doelstellingen geformuleerd. Om de toeristen in aanraking te laten komen met alle mogelijkheden, ook in Peel en Maas. Marketing tot nu toe is nogal op regionale basis en bovenregionale makers gefocust geweest. In aanloop naar deze verandering en naar aanleiding van de vraag die mij is gesteld om als onafhankelijk voorzitter te gaan fungeren, heb ik een 25-tal gesprekken gevoerd aan de hand van een vragenlijst, 20 vragen, om een analyse te maken van de situatie. Dat komt naar voren en dat komt uit dat er veel te weinig communicatie en marketing is geweest op en voor de eigen ondernemers van de hele sector. En dat is niet alleen de toeristen-recreatief sector, maar gekoppeld ook met alle horeca-ondernemers. Ja, dus er moet wat veranderen. Ja. Dus ook die structuur, die organisatiestructuur waar je het net over had, moet worden aangepakt. Ja, dat lijkt mij wel. Wat mij betreft wordt het een vereniging. Hè? En bij een stichting, ja, zoals ik al zei, is een autoritair instituut. Er is top-down. De stichting, het bestuur bepaalt. Hè? Het bestuur vult zichzelf aan met bestuursleden zoals ze dat zelf willen. En die hoeft aan niemand verantwoording aan te leggen. Eventueel aan subsidiegevers die dan een rapportage vragen. Maar niet aan, er zijn geen leden, er zijn geen deelnemers. Bij een vereniging is het anders. Daar heb je leden. En leden bepalen wie dat bestuur wordt. Leden geven goedkeuring aan het beleid. Leden geven goedkeuring aan de begroting en aan de financiële afwikkeling. Dus daar wordt de club wordt gedragen door de leden. Dat is ook dan, de leden zijn ook verantwoordelijk. De leden zijn verantwoordelijk, niet het bestuur. Ja. Dus de leden uiteindelijk bepalen wat er gebeurt. Dus al die bedrijven moeten of zouden lid kunnen worden? Zoals ik het voor me zie, worden inderdaad alle bedrijven uit de toeristische sector en de horeca van de gemeente Peel en Maas, en dat zijn er ongeveer 300, wat mij betreft worden die allemaal lid. Ja. Het uitgangspunt vooralsnog is ook inderdaad heel erg laagdrempelig. Dat bij wijze van spreken voor een symbolisch bedrag iedereen lid is. En ik zie voor me dat wij een communicatiekanaal organiseren, een website om te beginnen, waarin alle ondernemers een plek krijgen. Ja. En dus Peel en Maas nog verder op de kaart wordt gezet als toerisme of toeristisch gebied. Er wordt ook vaak gezegd, er kan ook misschien wel veel meer uitgehaald worden. Misschien zijn we te bescheiden daarin.
Ja, dat zeker. En ik denk ook dat er veel meer uitgehaald kan worden. Hè. Ik bedoel, er zijn voorbeelden hoe bepaalde sectoren, het centrummanagement Panningen is heel erg actief. Hè. Dat heeft die investeringen die daar gedaan zijn, hebben wat opgeleverd. Hè. Als je kijkt naar Mijl, Peelgeluk, nou goed, ik ben daar zelf ook erg bij betrokken geweest. De investering die gedaan is door de gemeenschap en ook door de overheid, werpt zijn vruchten af. Want daar is nu geen leegstand. Dat meer in de kern? Nee. Toen we begonnen, toen hadden we 80% leegstand van de vierkante meters die er waren. En op dit moment is nul. Hè? Alles is vol. En goed, het hele dorp is natuurlijk getransformeerd van naar een herkenbaar peeldorp. Er is in geïnvesteerd door heel veel ondernemers, er zijn miljoenen geïnvesteerd in de horeca. En er is daardoor, door die hele transformatie, is er een enorme dynamiek ontstaan. Ja. En die inwoners, zei u net al, toen we straks even het voorbespraken, die zijn eigenlijk ambassadeur geworden van Meijel als speeldorp. Ja, natuurlijk. Want als wij, zoals je nu, als je de kerk in het licht ziet staan, iedereen maakt foto's. Ja. Iedereen is trots op Meijl. Met die dynamiek die ontstaan is, de horeca. Iedereen zegt, nou, je moet dan maar eens kerk komen kijken. Ga maar eens kijken, ook bij die restaurants. Ja. Bij Gosjemijnen, hoe je de heren, de peelstek. Het is de moeite waard om Meijl te bezoeken en daar eens een keer rond te lopen. En dat moeten we ook creëren in Peelemaas. Exact. De doelstelling moet zijn dat ieder inwoner van Peelemaas trots is op Peelemaas, trots op wat de activiteiten er zijn en ambassadeur wordt voor Peelemaas. Ja, nu sprak u zo'n 25 ondernemers, dat is één voorbeeld eruit. Zijn er nog meer zaken die u opviel, Lun? Een van de dingen is dat het gebrek is aan lokale marketing. Dat is het grote focus. En er is ook nogal wat, er is wat onvrede over de regionale marketing. Dus daar zullen we naar moeten kijken. Daar gaan we ook naar kijken. De regionale marketing wordt op dit moment gedaan door Limburg Marketing en Visit Noord-Limburg. Die zijn allemaal op zich heel goed bezig. Maar daar kan de focus nog beter. En dat is nog een voor te beperkt aantal ondernemers die daarin investeren. Dus daar zullen we ook naar moeten kijken. Maar het begin moet zijn de eigen inwoners focussen. En attent maken op de mogelijkheden die er zijn. En door verbindingen te leggen tussen de ondernemers kun je elkaar gaan versterken en kun je programma's ontwikkelen die, waardoor er meerwaarde gecreëerd wordt voor al die ondernemers. Ja. Is er een voorbeeld hier in de regio waarvan u zegt, ja, dat is het voorbeeld zoals het eruit moet zien? Dat moet ik even nadenken. Ja, kijk, als je. Ik vergelijk dan even voor Meijl. Meijl hebben we natuurlijk de marketing met Peelgeluk bedacht. En er is een communicatieparaplu ontstaan waar iedereen zich in herkent. Er zijn cadeaupakketten ontwikkeld die ondernemers weggeven als ze een investering hebben gedaan of een klant hebben producten hebben gekocht. Dat zijn samenwerkingsverbanden waaruit meerwaarde is ontstaan en die zijn vruchten afwerpen. Ik denk dat er ook in de toeristische sector, er zijn natuurlijk voorbeelden van samenwerkingen. Als je kijkt naar een fietstocht, een dagtocht met happen en trappen en stappen en dat soort activiteiten. Ja. Er is nog veel meer mogelijk. Hè? Maar die mogelijkheden kun je creëren door samen te komen, door elkaar te treffen en ook te luisteren. Daarom willen we dus ook de ondernemers uitnodigen voor een bijeenkomst. Maar uiteindelijk moeten die ondernemers zelf aangeven van wat ze willen. En als organisatie moeten we dan daarop inspelen. En als bestuur of werkgroepen desnoods moeten we dan programma's gaan ontwikkelen die ondernemer wenst en waarvan we verwachten en inschatten dat de toerist daar baat bij zal hebben. Ja. Nu schetste u de situatie, hè, de beoogde situatie, hè, van een vereniging. Ja, u bent voorzitter van Peelpush. Ja. U hebt jarenlang een multinational geleid. Dus u weet ook hoe dan de bedrijfsstructuur is. Bent u daarom ook gevraagd?
Waarom ik een vraag, dat weet ik niet. Maar misschien vanuit die capaciteit natuurlijk wel. Ja, daar ga ik wel vanuit, ja, natuurlijk. Vanuit mij al natuurlijk. En we hebben natuurlijk, inderdaad, in Mail is een succesverhaal geworden. En daar heb ik met heel veel plezier, heel veel uren en inzet gedaan. Maar, en met Pilpoes, goed, ook daar, die vereniging is natuurlijk sportief, erg professioneel. Ja. Maar bestuurlijk organisatorisch was daar steun nodig. En daar hebben we ook met heel veel plezier aan gewerkt. Dus die ervaring, die leert mij dat het waardevol is om als lid van een vereniging onder een bestuur te werken die zich inzet voor die leden. Ja, natuurlijk is het wel lastig omdat allerlei ondernemers hun eigen ding doen. Hè. Ze hebben hun eigen toko te runnen. Ja. Maar daarnaast moeten ze wellicht ook werken aan de marketing en branding van die gemeente. Ja, van de gemeente, maar het is ten behoeve van hunzelf natuurlijk. Hè. En daar heb je natuurlijk wel gelijk in. En dat is ook zo. En ik kan me ook wel voorstellen, die ondernemers hebben hun eigen toko te runnen. En soms is dat ook best moeilijk. In de coronatijd was het ook zo vaak heel moeilijk. Maar ook daar, door elkaar te treffen en door samen te werken, kun je er meer uithalen. Ik denk ook dat de ondernemers moeten in die zin, ook een goede ondernemer kijkt vooruit. Hè. Die heeft zijn strategische plannen die kijkt naar samenwerkingsverbanden. En dat is, hoe je het bent of keert, het is te kortzichtig als je alleen maar aan je eigen denkt. Want dan kom je niet vooruit. Je moet samenwerken, je moet krachten bundelen. Sterker te worden en een beter rendement uit je bedrijf te halen. Een aantal ondernemers heeft zich achter dat nieuwe concept ook geschaard. Hè? Ja. Onder andere de ondernemers van Beringerzand, van de Zoes, van Doc 6. Ja. Bij Beringerzand vindt die bijeenkomst plaats op 31 oktober. Ja. Wat gaat er dan gebeuren? Nou, dat is een heel programma. Aanvankelijk, we beginnen natuurlijk met voorstellen van bestuur. De wethouder Rob Wanten zal een aftrap doen van hoe de gemeente het ziet, het toeristische platform. Daarna komt er een spreker van het Nationaal Bureau voor Toerisme en Congressen, spreker Thijs de Groot, die verantwoordelijk is voor strategie. Die zal een verhaal houden over de ontwikkelingen op nationaal gebied, op regionaal gebied. En daarna zal hij inzoomen op PLMA's. Dus ik denk dat het heel erg interessant is. Ik heb die man gevraagd, omdat ik een aantal jaren geleden heb ik een keer een presentatie mogen houden over de ontwikkelingen in Mijl op een congres in Amersfoort. Over stedelijke en landelijke ontwikkelingen. En daar hoorde ik toen ook de directeur van het Nationaal Bureau voor Toerisme spreken. En die was zeer inspirerend. En wat mij toen opviel in zijn verhaal is dat er in Nederland nog... Ten eerste is er een noodzaak voor spreiding van toerisme. Hè. We weten die focus in Amsterdam hè, en overloop naar Rotterdam, naar Utrecht. Maar er moet nog veel meer spreiding komen. En er liggen ook heel veel kansen en mogelijkheden op het platteland. In het oosten van Nederland en in het zuiden van Nederland. Daar zal de overheid ook steeds meer op inspelen om die spreiding te bewerkstelligen. En daar meer investering op gaan doen. Dus daar liggen kansen en mogelijkheden. En dus ik ben erg benieuwd ook naar het verhaal van Thijs de Groot. Dus dat is de eerste helft van de avond. En de tweede helft van de avond, die geleid zal worden door Ivo Joosten, bekende communicatieman. Zullen we aan de hand van een Mentimeter een aantal vragen gaan stellen. Aan die ondernemers een bevestiging krijgen. Willen vragen van de beoogde koers, hè, zoals we zeggen. Mm-hmm. Moeten we meer focus hebben? Willen we dat inderdaad met z'n allen aan die lokale marketing voor PLMA's? Of moeten we toch meer ook op regionale marketing doen? Een belangrijke vraag is, zoals ik al gezegd, voorgesteld heb, gaan we van een stichting naar een vereniging? Een andere vraag is van wat is het je dan waard? Zoals ik zeg, laagdrempelig. Maar goed, wat mij betreft mag het symbolisch zijn, maar op een gegeven moment afhankelijk van het pakket aan communicatie wat je vraagt, kan het bedrag wat je gaat investeren kan groter zijn.
En de vraag van wat en hoe kan de ondernemer bijdragen aan het krachtiger maken van dit collectief in Pelemaas. Ja. Veel werk te doen. Ja. Succes, die 31ste. Alle ondernemers zijn uitgenodigd. Alle ondernemers zijn uitgenodigd. En mocht op een of andere manier, want voor ons is het natuurlijk ook aanvankelijk lastig om al die ondernemers, die adressen en e-mailadressen te krijgen. De uitnodigingen zijn via e-mail verstuurd. Aanmelden kan via administratie@platformpelemaas.nl. Vanuit die hele club dus. Jan Bout van Centrum Management, Onno Luden van Beringer Zand, Frank van Meegen van de Zoes, Marielle Meulendijks van het IJshofje, Ralf Teerbe van Doxess Cinema en u. Ja, jullie gaan de kracht trekken. Dat gaan we zeker doen. Heel veel succes, de 31ste en alles wat daarna volgt. En dankjewel voor de kans die u kreeg om hier uitleg te geven. Graag gedaan. Okay. We houden dit in de gaten. Dankjewel. Dankjewel.